Studente Marijne Groeneweg zorgt in haar vrije tijd hier in Groenekan voor haar paard Macho. Het nieuws rond de Q-koorts heeft ze wel gevolgd, maar dat Macho de ziekte ook kan krijgen, dat is nieuw voor Marijne. Ik wist eigenlijk niet dat het überhaupt bij paarden zou kunnen gebeuren, maar ik heb me nog niet echt zorgen gemaakt eigenlijk. Toch is het risico er wel degelijk. Het Centraal Veterinair Instituut start een onderzoek naar Q-koorts bij andere dieren. En daarbij wordt niet alleen gekeken naar paarden, maar ook naar katten en wild, zoals reeën en herten. Omdat we graag in kaart willen brengen waar allemaal Q-fever kan voorkomen. Mochten we ooit erin slagen om hem uit de geitenhouderij en schapenhouderij te weren, dan moeten we altijd rekening houden met potentiële introducties uit andere diersoorten hier. Voor de paardenliefhebbers in Groenekan is dat wel even schrikken. Bij de buren van deze manege werden kort geleden nog tientallen geiten geruimd. Het idee dat de paarden ook zoiets boven het hoofd zou hangen, daar moeten ze hier op de manege niet aan denken. Ja, het is vaak een tweede kind, hè, voor de mensen. Ja. De hele ziel en zaligheid gaat erin, alles gaat erin. Ik zou het wel willen weten als het zo zou moeten zijn dat we onze paarden ook moeten ruimen straks. Maar zover zal het niet komen, zeggen de onderzoekers. Van geiten is bekend dat ze een groot risico vormen voor de volksgezondheid. Dat zal bij paarden en katten veel minder zijn. Ik sluit niet uit dat als er mogelijk bij een paard iets gaat gebeuren, dat er misschien wel eens iemand ziek van kan worden. Maar dat is in geen verhouding tot wat er op dit moment in Nederland gebeurt vanuit de melkgeiten, melkschapenhouderij. Dus dierenliefhebbers kunnen opgelucht ademhalen. We gaan geen paarden ruimen, we gaan geen katten ruimen. Dat is natuurlijk volkomen absurd in deze tijd van de hype rond Q-koorts. Het onderzoek wordt binnenkort opgestart en moet voor het einde van het jaar klaar zijn.